Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 15 april van Weerplaza. Vanochtend hebben we nog te maken met een storing, met veel bewolking en af en toe regen of motregen, vooral boven het noorden van het land. De neerslag trekt geleidelijk aan weg, van het zuiden uit klaart het op en later vanochtend en vanmiddag komt de zon af en toe door. Er kan vanmiddag nog wel een enkele bui ontstaan, voornamelijk landinwaarts, en de temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden. De wind draait naar het zuidwesten en neemt ietsjes toe naar matig. Vanavond zwakt de wind weer af. Het is vrijwel droog, lokaal misschien een enkel buitje. En de temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen zien we eerst veel bewolking. En in de ochtenduren kan er nog een enkele bui vallen. In de middag klaart het van het westen uit op. En het wordt morgen 14 tot 17 graden bij een matige westelijk wind. Vanaf dinsdag wordt het warmer. Op dinsdagmiddag 18 tot 20 graden, woensdag 21 tot 23 graden en op donderdag zelfs mogelijk de zomerse waarde van 25 graden. Daarbij blijft het droog en is het vrij zonnig. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.